Wesley en Geraldine, jullie zijn hier. Ooit hebben jullie hier op deze plaats al eens een kort interviewtje gegeven, maar nu zijn jullie voor catechese hier. Want wat is jouw vraag, Wesley? Ik wil eigenlijk leren over de communie en het vormsel. Omdat we ook gaan trouwen in de kerk, wil ik ook weten van het sacrament van het huwelijk. Dus dat zijn al drie sacramenten. De kerk zal je ook nog het sacrament van boet en verzoening, de biecht, aanreiken. Dus dat zijn dan vier van de zeven sacramenten, meer dan de helft, dat jullie kunnen gaan ontvangen. Maar, en nu komt toch een klein wonder, jullie zijn een jong echtpaar en tegelijkertijd zit er een ander jong echtpaar bij. Armand en Nelly, jullie zijn gevraagd om deze jonge mensen te gaan helpen. Hoe doen jullie dat? Wat willen jullie bereiken en wat zijn jullie hulpmiddelen? Nou, wij hebben zes avonden waarin we de zeven sacramenten doen uitleggen. En dat doen we dan samen met allerlei hulpmiddelen. En wat zijn die hulpmiddelen, Nelly? Ja, goed zeg dan. Wij zijn lid van de Word on Fire Institute. So wij geven de kans om delen over een video elke avond van Bishop Barron. Dus jullie hebben een video van Bishop Barron. En die video die gaat dus iedere avond over een ander sacrament. Hij legt iets uit, een soort catechese op film. En goed, kijken jullie dan alleen maar naar een film op deze avond? Nee, het is heel belangrijk om samen te bidden. Ook zo, wij bidden naar de Heilige Geest om te helpen ons om samen discussie te hebben. Maar vooral, wij gebruiken de catechisme van de katholieke kerk. Wat is de catechisme van de katholieke kerk? Ja, ik uitleg alles wat wij geloven en in een heel mooie manier en alles mysteries. Het is een dik boek en dus in dat dikke boek staat alles wat de katholieke kerk uit te geloven heeft. En het compendium ook. En het compendium wat daarbij hoort. Is dat alles, dit boek plus die film? Nee, we hebben dan natuurlijk ook de kern, het woord van God, de Bijbel. Die hebben ook dan mij. Nu, jullie geven deze catechismus eigenlijk, hè, een catechese aan de hand van de Bijbel, aan de hand van een film, aan de hand van de catechismus van de kerk. Nu, deze wijsheid die jullie hebben, is dat jullie wijsheid? Nee. Nee, helemaal niet. Het is de wijsheid van God. Hij geeft ons de Heilige Geest gegeven in via de kerk. Wij hebben deze gekregen en wij delen. Het is de wijsheid van de kerk, van God, van de Heilige Geest. Dus jullie zijn niet zozeer eigenwijs, maar weer de wijsheid van de kerk. Vandaag in het evangelie zegt Jezus tegen de mensen dat ze niet in hem geloven, in zijn vaderstad. De mensen vragen zich, waar heeft hij die wijsheid vandaan? Wel nu, die wijsheid komt van God. En vanwege hun ongeloof deed hij niet veel wonderen daar. Wel nu, wie een wonder wil zien, ziet hier een wonder. Een jong echtpaar dat het geloof doorgeeft. En een jong echtpaar dat vraagt om dat geloof. Hoe bevallen deze avonden? Het is heel interessant, Jack. Het bevalt me heel goed. Dus jij bent van plan verder te gaan? Ja, absoluut. Nou, we hopen dat jullie samen ook heel wat sacramenten kunnen gaan ontvangen. En we wensen jullie ook vanavond weer een hele vruchtbare avond toe. En dank voor jullie inzet en jullie getuigenis.